Een van de mooie eigenschappen van de microbit is dat die beschikt over Bluetooth versie 4.0, dus Bluetooth Low Energy. En dat is dezelfde Bluetooth versie als dat ook gebruikt wordt in zogenaamde beacons. Kleine apparaatjes die via Bluetooth informatie uitzenden. En als je bijvoorbeeld met een iPhone of een Android toestel of een iPad in de buurt komt, dan kun je daar, als je het juiste programma draait, informatie ontvangen. Bijvoorbeeld over het schilderij wat je aan het bekijken bent, of in een winkel producten die je aan het bekijken bent, enzovoort. Nou, omdat die microbit de juiste Bluetooth versie heeft, zijn er mensen in staat geweest om ervoor te zorgen dat je ook de juiste programmacode erop kunt draaien. Zodat je die microbit dus echt als een als zo'n beacon kunt gebruiken. Het is niet het goedkoopste beacon wat je kunt vinden, maar het kan. Nou, ik zal even laten zien hoe dat werkt. Ik heb daarvoor gebruik gemaakt van een online dienst, lockly.com. Ik ben er naartoe gegaan. Ik heb een gratis account aangemaakt. Ik heb geen idee wat de dienst kost als je het echt professioneel gaat gebruiken. Maar voor deze eerste demo en voor een eerste test was het gratis en was het voldoende. Zodra je een account aangemaakt hebt, kun je projecten aanmaken. Dus met Create Project. Ik heb er eentje aangemaakt, een microbit project. Ik zal hem even openen met Edit. Nou, je ziet hier, het is gewoon wat informatie voor jezelf ook. Een naam, een samenvatting en een omschrijving. Alle andere dingen heb ik even gelaten voor wat het was. Ik heb bij media heb ik al een plaatje geüpload. Nou, dan zie je hem namelijk ook met het plaatje in je overzicht. Elk project heeft places, locaties. Met Create Place maak je een nieuwe. Je ziet, mijn project heeft al één place. Die heet Pierre's Microbit. Nou, ik zal die even editen om te laten zien hoe dat eruit ziet. Ook hier eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Place even een naam, een samenvatting, een zichtbaarheid. Dus nou, zodra je in de buurt bent, is deze zichtbaar. Ik heb er een plaatje aangehangen. En nou, een paar dingen meer. Beacon kom ik zo bij terug. Elke place heeft ook één of meerdere cards. Hier zal ik wel even op Create Card klikken. Als je daarop klikt, dan wordt gevraagd welke soort informatie je aan die kaart wil hangen. Gewoon tekst, een bestand, audio, video, een afbeelding, een 3D-model, een externe URL die in de standaardbrowser van het apparaat wordt geopend, een embedde URL die in de app zelf geopend wordt, een widget waarmee gewerkt wordt of een HTML5 webapp. Ik heb gekozen voor een embedded URL. Die zie je hier. Ik zal die even editen. Die embedded URL heeft een naam. Ook hier. Ik heb een plaatje geüpload. En hier hangt een URL aan uiteraard. Nou, als je dat allemaal hebt, dan heb je dus een project wat klaar is. Het enige wat je nog nodig hebt is een beacon. Dat doe je via de knop beacons hierboven. Via add beacon kun je dan een beacon toevoegen. Je moet dan kiezen voor Loki B. Dat is het beacon wat je... Het formaat, in ieder geval de zone die je nodig hebt voor microbit. Ik zal hem even afsluiten. Ik heb er namelijk hier al eentje aangemaakt. Dan kun je zien. Dus dit was een Loki B. Ik heb een naam gegeven, microbit iBeacon. Hij krijgt automatisch een uniek ID, een major en een minor code. En de rest heb ik weer gelaten zoals het was. Hier zit echter wel een belangrijke knop, BBC microbit. En als je daarop klikt, dan wordt een hexbestand gedownload. Nou, en als je al eens een keer met de microbit gewerkt hebt, dan weet je dat je de microbit via USB moet aansluiten op je computer. Dan zie je hem als een soort USB drive. Je sleept het hexbestand naar de microbit. Je start de microbit opnieuw op en de code is geïnstalleerd. Nou, dit is de code die je nodig hebt om ervoor te zorgen dat die microbit zich als een beacon gedraagt. Wat moet je dan nog doen? Je moet het beacon koppelen aan het project. Ik had het net al laten zien. Dus je hebt project, je hebt een place. En binnen een place heb je een beacon. Nou, hier zie je al dat het microbit iBeacon gekoppeld is. Normaal staat hier nog niks. Dan klik je erop en dan krijg je alle beacons die je geproduceerd hebt. Ik heb er in dit geval maar eentje gekoppeld. Die krijg je daar te zien. Dus die koppel je eraan. En daarmee ben je klaar aan de serverkant. Dus dit is het programma wat op de microbit zit. Ik heb hier ook een iPad. Ik zal hem even unlocken. Op die iPad heb ik een programmaatje geïnstalleerd. De Lockly Sandbox. Ik zal even ervoor zorgen dat je hem ook kunt zien. Even
mirroren. Hij was in de slaapstand gegaan. Ja, daar hebben we hem. Kijk, hier kun je hem beter zien. Dit is dus wat op de iPad te zien is. Een gratis toeltje, Lockly Sandbox. Is handig als je inderdaad met beacons aan de slag wil gaan. Dit is gewoon een standaard informatieblad wat erin voorkomt. Een Wikipedia project dat laat zien. Nou, in dit geval allemaal plaatsinformatie van Deurne. En je ziet hier nearby. Als ik op beacons klik op dit moment zegt hij no beacons nearby. Dat zal dadelijk veranderen. Want zodra ik de microbit aan de batterij koppel, zie je dat er eigenlijk gewoon bijna direct gedetecteerd wordt dat er een beacon in de buurt is. Dat is het beacon wat we net aangemaakt hebben. Je ziet ook, hij weet dat hij redelijk dichtbij is. Nou ligt de beacon echt wel dichter dan een meter van de iPad af. Dat heeft te maken met de mate waarin die RSSI al dan niet betrouwbaar is. Maar je krijgt in ieder geval een globale indruk van de afstand. Zou ik met de iPad nu de kamer uitlopen, dan zie je dit ook omhoog gaan. Ik ben er op de begane grond mee naar buiten gelopen. Daar zat op zich alleen maar glas tussen en geen muren. Dat betekent dat een meter of 9 verder het beacon nog opgepikt werd. Daarna wordt het op een gegeven moment, dan ziet hij hem wel, hij ziet hem niet, hij ziet hem wel, hij ziet hem niet, enzovoort. Nou, je ziet hier in het project, zie je eigenlijk exact dezelfde informatie als dat ik hier op de server aangemaakt heb. Dus je ziet de PS Microbit, de plaatjes die erbij horen en de URL die erbij hoort, wordt netjes opgehaald op het moment dat ik daarop klik. Zo zou je dus in principe, als je dat wil, meerdere microbits allemaal hun eigen beaconcode kunnen geven en aan elke beacon koppelen aan een place en zo weer de informatie die je wil laten zien koppelen. En zoals je ziet werkt het eigenlijk heel simpel. Je hebt nauwelijks verstand van beacon technologie nodig. Zoals gezegd, ik heb geen idee wat het kost om hier in het echt mee aan de slag te gaan. Ik ga in ieder geval lockly.com wel even een mail sturen om te kijken van in hoeverre je voor het onderwijs er in ieder geval mee aan de slag kan. Want ik denk, ja, zoals ik hier nu een account aangemaakt heb, kan ik in ieder geval dingen uittesten. En het zou natuurlijk leuk zijn als je dat met studenten of leerlingen ook zo kunt doen. Tot zover!